de PN-junctie. Wat gaan we van elke component trouwens zien die we binnen ons vak gaan zien? We gaan daar zien van hoe is die component physisch opgebouwd. Hier staat dat weergeven. Zo heel simpel, bij een diode is dat. Dat is gewoon een P-type en N-type materiaal. En daartussen zit een PN-junctie, het depletiegebied. En dan heb je ook metaalcontacten. Wat gaan we nog van elke component zien? We gaan het symbool zien. Een diode wordt weergegeven door een pijltje met een minteken. Dat minteken, onthoud dat, min staat voor negatief. Dus dit is ook de N-type materiaalkant en dit is de P-type materiaalkant. Dus dat staat mooi gelijk hier op de andere kant weergegeven. Heb je N-type is de kathode en de P-type materiaal is de anode van het materiaal. Wat moet ik nog zien? De stroom door de diode, hoe de stroom loopt, dat is in die richting. Dat is volgens de pijl. En jullie hebben waarschijnlijk bij elektriciteit wel gezien, als in die richting de stroom loopt, dan lopen de elektronen in de tegengestelde richting. Dus elektronen lopen in die richting, terwijl de stroom, hoe wij dat noemen, die loopt in die richting. Als je dan een diode in doorlaat hebt, dan weet je ook dankzij die pijl hoe de stroom in die kring loopt. Ja. Ook heel belangrijk, dit componentje. Als jij een PN-junctie, zij het een gewone diode, een siliciumdiode of een lichtgevende diode, moet je daar altijd een weerstand bij plaatsen. Iemand een idee waarom dat je die weerstand daar moet bij plaatsen? Je laag vermogen, maar die kortsluiting inderdaad, want een PN-junctie, eens dat die barrière is overwonnen en die staat in doorlaat, dan is dat eigenlijk een heel goede geleidende component. En als je daar geen weerstand bij plaatst, dan wordt de stroom niet gelimiteerd en kan er dus kortsluiting optreden. En kunnen er dus heel hoge stromen door die PN-junctie gejaagd worden. En heel hoge stromen betekent heel veel elektronen die gaan bewegen. Heel veel elektronen die gaan bewegen betekent heel veel wrijving in die component. Wrijving betekent warmte en dan kan die component stuk gaan. Dus dat wil je ook niet. Om de stroom te limiteren, gebruiken ze een current limiter of een current limiter resistor. Dat is eigenlijk een weerstand en die weerstand die gaat eigenlijk bepalen wat de maximale stroom is in die kring. Dus dat is eigenlijk, die gaat ervoor zorgen dat de stroom gelimiteerd is in deze kring. Dus die mogen zeker nooit vergeten, want anders kan het zijn dat uw ledje of uw diode stuk gaat en misschien zelfs heel de schakeling waar die is ingebouwd. Dit figuurtje hadden we al gezien, maar dit is een figuurtje met de diode. En hier zie je nog eens, als je zo'n diode goed aansluit in forward bias, dat het depletiegebied kleiner wordt. En als je die diode in sper aansluit, dan wordt dat depletiegebied veel groter. En dat komt doordat je eigenlijk alle ladingen wegtrekt van dit depletiegebied. En zodat eigenlijk alleen je gebiedje waar geen vrije ladingen zijn, alleen maar groter wordt. Oké, dat is eigenlijk ideaal geval. Heb je dus zo'n depletiegebied of een sperlaag. En ik had daar straks gezegd, een sperlaag, daar zijn eigenlijk geen vrije ladingen. Dus daar is geen geleiding in dat gebiedje. Nu, al die elektronica, bij kamertemperatuur, dan zeggen ze wel, dan kan er binnen de elektronica wel lekstromen optreden. Wat zijn lekstromen? Ja, op kamertemperatuur, het woord zegt het zelf, dan gaat je eigenlijk temperatuur, de temperatuur, die gaat ervoor zorgen dat je soms per toeval toch een elektron genoeg energie gaat geven, door de kamertemperatuur, zodat hij eigenlijk op wandel kan gaan doorheen dat rooster. En als er eigenlijk een elektron beweegt doorheen dat rooster, is er geleiding mogelijk. Natuurlijk, die lekstromen bij kamertemperatuur, dat zijn maar enkele elektronen per miljoenen. Dus die lekstromen zijn heel, heel klein. Dat zijn hele kleine lekstromen, maar weet dat op kamertemperatuur er wel altijd kleine lekstromen zijn.
En daarom ook, zoals ik ook weer al eerder had gezegd, als de temperatuur heel hoog gaat, worden die lekstromen heel groot. En dat wil je niet met je component. En dan gaat typisch uw elektronica zeggen van, hey, kijk, ik ga mij afsluiten, ik ga de voedingsspanning afzetten. Want bij die temperaturen kan ik niet garanderen dat deze component nog voldoet aan de specs van mijn schakeling. Dat was het voor de werking van zo'n diode. Hoe gaan die stroompjes en die spanning, hoe gaat die spanning ervoor zorgen dat er stroom gaat lopen? Dan moeten we eigenlijk kijken naar de transferkarakteristiek van zo'n component. En wat is eigenlijk de transferkarakteristiek van zo'n component? Dan gaat je eigenlijk de stroom of de IV-curve, stroomspanningscurve van die component, dan gaat je eigenlijk de stroom plotten ten opzichte van de spanning. En voor een diode ziet het er zo uit, gelijk de blauwe curve. En hier ziet jij, wat je daar straks al had gezegd, pas vanaf 0,7 volt, dan gaat die component heel goed geleiden. Dus je hebt hier, als ik hier stippellijntjes ga tekenen, oh, ja, stippellijntjes ga tekenen. Jullie zien de stippellijntjes. Als de spanning over diode geen 0,7 volt is, is er eigenlijk heel lage stroom. Betekent bijna geen geleiding. En pas vanaf het moment dat 0,7 volt overwonnen is, dat is eigenlijk de barrière hier van die sperlaag, dan gaat eigenlijk die stroom ineens heel goed of heel snel stijgen. Dat betekent hier ook dat de weerstand in dit geval heel laag is, een heel lage weerstand. En hier, als die curve heel plat is, heeft die component een heel hoge weerstand. Dit noemen ze ook wel een dynamische weerstand. En die 0,7 volt is de kniespanning. Dat is het moment wanneer die component heel goed gaat bewegen. Dit is het geval in forward bias, als de spanning te goed is aangesloten. Ja. En hier zie je ingezoomd op die kniespanning dat je eigenlijk een dynamische weerstand krijgt. Dat is telkens deze helling van die curves, dat zijn telkens geeft de weerstandswaarde weer van die component bij die spanning. Hoe ziet trouwens de IV-curve van een weerstand eruit? Want dit is de IV-curve van de diode. Hoe ziet de IV-curve eruit van een weerstand? Jullie kunnen niet tekenen. Ja, rechtlijnig. En ik hoop dat je dan met rechtlijnig dit bedoelt. Maar eigenlijk dit, de stroom is, dit de spanning. En dit is de IV-curve van een weerstand. En de helling van deze curve is rechtstreeks evenredig met de weerstand. Want dat is eigenlijk de wet van Ohm. Nee, ja, klopt. Oké. Dan hebben we ook inverse spanning. De andere kant, als wij een inverse spanning gaan aanleggen aan die component. En dan hebben we gezegd, ja, als je die inverse spanning gaat verhogen, groter worden, dan blijft eigenlijk die weerstand heel slecht geleiden, blijft die weerstand heel groot van het materiaal. Dus de stroom blijft bijna nul. En dan ziet je hier dat hier toch nog een spanning is weergegeven. De VBR, die BR staat voor breakdown voltage. En dat is eigenlijk de spanning vanaf het moment dat die component gaat doorslaan. En wanneer of bij welke spanning is dat? Hier staat niet voor niks, hier stippellijntjes. En die stippellijntjes die duiden erop dat dat bij heel hoge spanningen is. Dus de breakdown voltage van een gewone siliciumdiode, dat is bij 100 volt of zo. Wat gaat er bij 100 volt gebeuren? Ja, dan gaat jij zo'n grote spanning aanleggen. Dan is eigenlijk een sper gaat hier de negatieve kant, hier de positieve kant. Als die spanning zo groot is, dan gaat je eigenlijk de elektronen, hier zitten de gaten, hier zitten allemaal de elektronen. En die gaan versnellen. Dat je eigenlijk, ja, die gaan botsen tegen elkaar, met een zo grote versnelling dat er terug vrije ladingen komen. En dit gaat voor een kettingreactie ervoor zorgen, zodat je eigenlijk toch geleiding krijgt doorheen, die component.
Die breakdown voltage, daar wil je die component types niet gaan gebruiken. En daarom vind je ook bij elke diode, vind je in de datasheet de term peak inverse voltage. En peak inverse voltage is eigenlijk de maximale spanning die je over die diode kunt plaatsen zonder dat die voltage breakdown plaatsvindt. Ja, dus dan weet jij, die spanning mag ik invers aan die diode aanleggen. Ja, en dan zit ik nog altijd in dit vlakgebiedje. Ja, blijft de stroom bijna nul. Bij die breakdown voltage, dan gaat je eigenlijk elektronen in dat materiaal, die gaat je zo hard versnellen, met zo'n grote energie, dat die eigenlijk gaan botsen op een andere, die gaan energie doorvoeren en dan krijg je eigenlijk op die manier een kettingreactie doorheen daar, en die gaat die energie afgeven aan alle elektronen in de buurt en zo gaat je eigenlijk je depletiegebied teniet doen. En als je depletiegebied niet meer bestaat, gaat er toch geleiding mogelijk zijn van de ene kant naar de andere kant. En dat noemen ze ook wel het avalanche effect. Straks heb ik daar ook nog een slide over. Dit is de volledige IV-curve van een diode. Dus hier zo ziet typens het IV-profiel er van een diode uit. Waar jij bij een positieve spanning gaat die heel goed glijden vanaf de kniespanning. Bij een negatieve spanning gaat die types niet glijden, alleen vanaf de voltage breakdown. Maar let erop, hier staan die stippellijntjes getekend, dus het is bij een hele grote spanning. En dan voor de volledigheid, die curve die hier zo mooi staat getekend, wordt door deze formule gegeven. En was het in die formule ook de temperatuursafhankelijkheid. De voltage breakdown, dat wil niet per se zeggen dat die kapot is, maar wel als er te veel ladingen, zoals als na die breakdown de stroom te groot wordt, als die echt hier in dit gebiedje zitten, en als de stroom te groot wordt, dan kan er wel die component te warm worden en dan kan die wel stuk gaan. Door warmte kan er permanente schade optreden in de component en dan kan er wel stuk gaan. Maar als dat net gebeurt, is dat niet, maar typisch als het gebeurt, is dat redelijk lang en dan is die inderdaad wel stuk. Hier zie je dat volledig profiel en hier zie je ook dat die temperatuur afhankelijk is. Dus dat eigenlijk die kniespanning van 0,7 volt, als de temperatuur stijgt, dan daalt eigenlijk die kniespanning. Waarom zou die kniespanning dalen? Ja, die kniespanning, dat is eigenlijk een energiebarrière om te overwinnen. Als zo'n elektron al uit de omgeving energie kan onttrekken, ja, dan heeft hij die 0,7 volt niet nodig, maar heeft hij een veel kleinere spanning nodig om die energiebarrière te overwinnen. En dan krijg je eigenlijk al geleiding veel vroeger. En daarom ook dat ik zeg van, hier moet je opletten. Want als die temperatuur te groot wordt, dan gaat je veel te vroeg geleiding krijgen van zo'n PN-junctie en dan gaat de component slecht werken. Ja, dit is wat ik daar straks zei, van die doorslag die er kan optreden als je die in SPER aansluit, dat er eigenlijk die elektronen zo'n grote versnelling krijgen, dat die eigenlijk zoveel energie hebben en dat die hun energie gaan doorgeven aan andere elektronen en dat je zo'n avalanche effect hebt en zo krijg je toch geleiding van de ene kant naar de andere kant. De formules die hier staan, die moet je niet van buiten kennen. Er is trouwens ook een formularium, daar staat die formule ook in. Ik zal straks op het einde van de les nog eens laten zien waar het formularium staat. Je moet alleen weten dat dat een formule is en dat er inderdaad een temperatuursafhankelijkheid is. Dat is het belangrijkste wat je moet weten, maar je moet die formule zeker niet van buiten kennen. Die lawinedoorslag, dat is wat er gebeurt bij een traditionele diode. Straks, als we genoeg tijd hebben, gaan we ook nog een speciale diode zien. En die diode, wonder boven wonder, noemt dat de Zener-diode. En daar gaat die breakdown veel vroeger plaatsvinden, bij een veel kleinere spanning. Maar dat is als wij de component anders gaan doperen. Of door te spelen met de doperingsgraad, gaan we ervoor zorgen dat die breakdown veel vroeger plaatsvindt, niet bij heel grote spanningen. En dan noemen ze dat de Zener-breakdown. Maar in principe bij de gewone diodes noemen ze dat lawinedoorslag.
En dat was als afsluitende slide, hebben we die diode dus gezien, hè, en hebben we dus de component, hoe die is opgebouwd, we hebben het symbool gezien, we hebben de IV-curve gezien, hè, in doorlaat kun je die aansluiten, of in sper kun je die aansluiten.